Goedenavond, het nieuws van zondag 9 december. 13 Nederlandse gijzelaars zijn op weg naar huis. Lech Walesa wordt de nieuwe president van Polen. Doden door sneeuwstormen in Groot-Brittannië. 13 van de 26 Nederlandse gijzelaars in Bagdad zijn vrij. Om 17:30 vanmiddag zijn ze met een toestel van Iraqi Airways richting Rome vertrokken. Vanaf Schiphol is een toestel van Martin Air onderweg om de Nederlanders daar op te halen. Het wordt om 12:30 vannacht in Amsterdam terugverwacht. Een reportage van onze verslaggever in Bagdad, Job Friso. De Nederlandse ex-gijzelaars zijn vanochtend in alle vroegte uit bed gebeld door ambassadeur Van Dam. Ze konden opeens toch mee met een vlucht van Italiaanse ex-gijzelaars naar Rome en moesten zich melden op de Nederlandse ambassade. Het was een volslagen verrassing, want gisteravond ging het plan met de Italianen opeens weer niet door. Op één na waren de 13 gelukkigen vanmorgen aanwezig. De 13e was zoek en werd niet op hem gewacht. Hij kwam later op het vliegveld opdagen, hij had zich verslapen. In een konvooi ambassadeauto's werd de groep naar het vliegveld van Bagdad gebracht. De verrassing was groot en de meesten waren nog wat ongelovig over hun aanstaande vertrek. Dit is het beste nieuws sinds jaren toch wel voor mij, ja. Ja, heel blij. Maar we zitten nog niet in de vogel. Een gevluchte medewerker van de ambassade in Kuwait moest van ambassadeur Van Dam ook weg, hoewel hij liever nog een paar dagen was gebleven. Om het dus even af te maken, ja. Het wordt een administratieve zaak rond deze mensen allemaal. Dat is een rompslomp natuurlijk. Maar dat wilde meneer Van Dam niet? Nou, beter toch maar allemaal nu weggaan, want nu heb je de kans. En straks is het misschien overvolle vliegtuig en dan zit je hier misschien nog een paar weken vast. De bagage van de gijzelaars kwam heel snel door de scherpe controle van de luchthaven heen, hoewel sommige tassen wel een heel vreemde inhoud hadden. Hij heeft net nog gebruld. Moet je even kijken. Dan moet je heel voorzichtig zijn, maar naar buiten hoor. Hij is nou een beetje boos geworden. Want kijk. Kom maar naar Joop met dat linker ding. Ja, nog een paar uurtjes hoor. Echte opluchting werd er pas gevoeld toen de instapkaarten waren bemachtigd en de uitreisvisa bij de paspoortcontrole waren goedgekeurd. Ja, ik heb een stempeltje. Eindelijk. Ja. Mooiste stempeltje in jaren. Goeie reis. Sommigen moesten wat langer wachten, maar ze kwamen er allemaal doorheen. Hier is voor 13 Nederlanders een eind gekomen aan de martelende onzekerheid die ruim 4 maanden geduurd heeft. De ambassade probeert de ex-gijzelaars zoveel mogelijk mee te geven met vluchten van andere gijzelaars. Want weg, is de redenering. Een klein groepje Nederlanders, een stuk of 7-8, zal ook de komende week Irak verlaten. Maar zij moeten nog wat dingen regelen. Sommigen willen bijvoorbeeld hun auto meenemen. Ambassadeur Van Dam kon pas aan het begin van de avond opgelucht melden dat het toestel was opgestegen. Ze zijn eruit, gelukkig. Ik ben blij dat ze weg zijn. En ook voor hun families en voor hunzelf. Nou, het is ook zo dat nog een aantal Nederlanders hier wil blijven om wat dingen af te regelen. Bijvoorbeeld of ze een auto mee kunnen nemen enzovoort. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zou zeggen, eruit is eruit. En het kan altijd weer veranderen. Dus ik heb hen ook aangeraden om zo spoedig mogelijk te vertrekken. Je weet nooit hoe het er straks weer uitziet. Vindt het onverstandig? Echt verstandig vind ik het niet. Een 14e Nederlander is intussen per vliegtuig onderweg naar Frankfurt. De eerste Nederlandse baggeraars kunnen mogelijk pas morgen weg uit Irak. Voor de 103 baggeraars van Boskalis en Volkerstiefin is nog steeds geen einde gekomen aan de spanning en onzekerheid. De verwachting was dat de eerste groep baggeraars vandaag de territoriale wateren van Irak had kunnen verlaten. Zeker nu ze allemaal een uitreisvisum en het o zo belangrijke stempel in hun paspoort hebben. Maar pas morgenochtend gaat de Iraakse douane aan boord voor de laatste controle. Bovendien moeten er nog formaliteiten met de Iraakse marine worden afgewikkeld. En er kan pas gevaren worden als Bagdad het definitieve sein geeft voor het vertrek. Waarom daar nog eens op gewacht moet worden, is voor het opvangteam van de baggeraars hier in Abu Dhabi onduidelijk. Amerika heeft een aanbod van Irak afgewezen om op 12 januari in Bagdad het gesprek te houden tussen minister Baker en Saddam Hussein. 12 januari is te laat, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Op 15 januari loopt namelijk het ultimatum tegen Irak af. Lech Walesa wordt de nieuwe president van Polen. Uit steekproeven bij stembureaus blijkt dat bijna 80% van de kiezers voor Lech Walesa heeft gekozen. Een overwinning met straatlengte op de onafhankelijke zakenman Stanisław Timiński. De eerste gekozen president van Polen, dat was de inzet van de verkiezingen. Walesa en Timiński waren de twee overgebleven kandidaten na de eerste verkiezingsronde 2 weken geleden. Walesa stemde in zijn woonplaats Gdansk samen met zijn vrouw en zijn 18-jarige zoon. En in een voorstad van Warschau bracht Timiński zijn stem uit.
Zoals altijd op zondag ging Walesa 's ochtends eerst naar de kerk. In Polen is de steun van de katholieke kerk erg belangrijk. Ook Timinski woonde een mis bij, maar de katholieke kerk moet niets van hem hebben. Kardinaal Glemp riep alle Polen namelijk op Walesa te stemmen. De verkiezingen betekenen het afscheid van de huidige president Jaruzelski. In 1981 riep hij de staat van beleg in Polen uit om de onafhankelijke vakbond Solidariteit monddood te maken. En nu wordt hij dan opgevolgd door een van de oprichters van Solidariteit, Lech Walesa. Ook verkiezingen in de Joegoslavische deelrepubliek Servië. Verkiezingen die wel eens bepalend kunnen zijn voor de toekomst van heel Joegoslavië. De eerste vrije verkiezingen in Servië na de Tweede Wereldoorlog. Andere deelrepublieken kijken met argusogen uit naar de uitslag. Blijft er een communistische president regeren met veel aanhang in het parlement, dan lijkt het lot van de federatie Joegoslavië bezegeld. Want als de kiezers in het armere Servië inderdaad de communisten in het zadel houden, dan komt het uiteenvallen van de Republiek Joegoslavië heel dichtbij. De rijkere deelrepublieken Slovenië en Kroatië kondigden al eerder aan zelfstandig te willen doorgaan zonder centrale communistische invloeden en uit de federatie te willen stappen. Beide willen ook niet langer opdraaien voor de armere deelrepublieken. Ondanks de nationalistische campagnes is het de vraag of de communisten ook in de dichtstbevolkte deelrepubliek Servië worden weggevaagd. Het kabinet moet straks besluiten om de lasten voor de burgers te verlichten. Anders lukt het niet om elk jaar 100.000 nieuwe banen te scheppen. Tot die conclusie komen topambtenaren die het kabinet adviseren over de tussenbalans. Als het kabinet niet ingrijpt, komen er volgens de topambtenaren per jaar geen 100.000, maar slechts een kleine 60.000 nieuwe banen bij. Alleen bij matige loonstijging kan het bedrijfsleven nieuwe werknemers aantrekken. En volgens de ambtenaren kan die loonmatiging alleen worden bereikt als er een lastenverlichting komt. Ajax heeft in Rotterdam met 4-0 gewonnen van Feyenoord. Bij ongeregeldheden rond die wedstrijd zijn zeker 32 arrestaties verricht. 60 man sterk was de spoorwegpolitie vanmorgen al vroeg paraat op het Centraal Station van Amsterdam. Zij verhinderde de Ajax-fans op eigen gelegenheid naar Rotterdam te reizen, omdat de ervaring heeft geleerd dat er dan veel vernielingen worden gepleegd. Afgelopen week besloot de NS dat als er in de toekomst meer dan 1000 supporters naar een risicowedstrijd moeten worden gebracht, de spoorwegpolitie dat alleen nog doet als de gewone politie daarbij assisteert. Vandaag deed de spoorwegpolitie het voor het laatst alleen. Er was gerekend op 1500 fans, maar er stapten er 200 meer in en daardoor bleek de spoorwegpolitie niet in staat om vernielingen in de treinen te voorkomen. In verband daarmee werden 7 mensen gearresteerd. Ook bleek de samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de gemeentepolitie van Rotterdam niet helemaal vlekkeloos te verlopen. Nou, om de supporters uit Amsterdam goed te vervoeren, hadden we gerekend op bijstand van de gemeentepolitie Rotterdam hier op het stadion. Dat was vanochtend in één keer niet meer mogelijk, vandaar dat we bij de opvang hier wat in de problemen kwamen. De supporters werden bij het stadion allemaal gefouilleerd. Dat kostte veel tijd en leidde ertoe dat vele honderden het begin van de wedstrijd misten. Er ontstonden ongeregeldheden en de politie pakte zo'n 20 man op wegens geweldpleging en het bezit van wapens en vuurwerk. Na afloop van de wedstrijd werden er nog 5 man gearresteerd. Wintersweer teistert verschillende delen van Europa. Wintersportgebieden in het oosten van Frankrijk ondervinden veel overlast. In Groot-Brittannië kosten sneeuwstormen al 7 mensen het leven. Sneeuw, storm en kou maakten het openbare leven in het midden van Engeland vrijwel onmogelijk. Honderden mensen worden nog vermist. Veel meer automobilisten blijken ingesneeuwd te zijn dan eerst werd aangenomen. Wegen zijn onbegaanbaar en treinen rijden niet meer. Hulp kan maar mondjesmaat geboden worden. Autoriteiten hebben opgeroepen alleen in uiterste nood met de auto de weg op te gaan. Ongeveer 1 miljoen mensen zitten zonder stroom en zonder telefoon. En dan tot besluit het weer bij ons. De kans op sneeuw neemt toe. Vanavond en vannacht valt er al wat in het zuiden. Het kan ook even ijzelen, waardoor het glad kan worden. Of er morgen veel sneeuw valt, is nu nog niet te zeggen. Wel is het zeker dat het morgen hard waait, een onaangenaam koude noordoostenwind. En dan de vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag. Enkele regen of sneeuwbuien. De temperaturen zijn 's nachts iets onder nul, overdag iets boven nul. En dit was het journaal van 8 uur. Het eerstvolgende journaal is even na 11 uur. Een prettige zondagavond verder.
Gijzel goed kennen, hè? Nou, zijn vrienden geworden. Met die rode pet. Zegwaard. Meneer Zegwaard uit Amsterdam. Meneer Vis. Meneer J. Vis. Veling. Meneer Brandwijk. Meneer Brandwijk. Meneer Boering. Meneer Boering met die kakatoe. Met de kakatoe. Die heeft hij natuurlijk geleerd te spreken. Die Saddam Rotzak, kan die kakatoe zeggen. Nou, die zien we wel bij het Kamer van de Graaf of zo. Veronica ontbijtshows, ja. Ik weet toch niet hoe ik me zou hebben gedragen in het toestel. Als ik er nu in had gezeten op weg naar Rome. Toch lastig, denk ik. Zouden ze gewoon voedsel krijgen geserveerd? Stralende stewardessen? Zou dat gewoon doorgaan? Maar je hebt een klein flesje Beaujolais Primeur erbij? Nee, dat mag niet. Dat hebben ze daar niet. Nee, maar ik zou wel lastig zijn, denk ik, toch? Ja. Toch mag zeuren. Ik nog een dekentje? Mag ik nog een kussentje? Heeft u de krant op zondag voor me? Mag ik nog een extra kotzak? En lekker in de weg lopen als ze met die wagen ertussen staan op weg naar het toilet? Op het toilet rotzooien. Zeker. Zeepjes meenemen, de handdoeken. Ja, op de bril dansen. Ja, alles overal indeponeren waar het niet mag. Ja, dat zou ik wel doen. Maar deze mensen niet, zijn sterke mensen. Nee, heel goed. En die meneer Van Dam, hè? Van Dam, ambassadeur Van Dam? Ja, als die terugkomt. Ja, wat moeten we daarmee doen? Wat voor functie moet die man krijgen? Een hele hoge post. Nou, in ieder geval, de lasten van die burger moeten verlicht. Want die man heeft fantastisch werk. Minister van Buitenlandse Zaken, Van Dam. Oh ja, natuurlijk. Denk ik. Ja, dat is pas een goede minister van Buitenlandse Zaken. Ja, zeker. En nu landen ze in Rome en dan wordt er gezegd... we hope you had a pleasant flight... and we hope to see you again on board of Iraqi Airways. Ik denk dat ze dan allemaal zeggen van... thank you. Absoluut niet meer. Allemaal. Nooit meer. Welkom bij... Welkom thuis. Cake op de week. Lasten van burgers verlicht. Nou, Van Dam heeft toch wel... Ja,